De familie van de doodzieke Koen Lonen is blij en ook verrast dat een gestolen collectebus weer boven water is. De 19-jarige Koen heeft kanker en de bussen staan bij ondernemers in heel Dongen om geld op te halen, zodat hij in Amerika een dure behandeling kan ondergaan. De bus die bij de Bruna stond werd gestolen en de eigenaar van de winkel dreigde bewakingsbeelden online te zetten. En dat had effect, want de bus werd teruggebracht. Inclusief een bijzonder het spijt me briefje. Bij deze mijn oprechte excuses naar winkelier en vooral naar Koen. Ik ben zelf een aantal mensen verloren aan die vreselijke ziekte. Ik heb de collectebus daarom niet open gehad en wil ook graag een donatie doen. Veel sterkte. Tot opluchting van de familie dus. We hadden het eerlijk gezegd niet verwacht. En het is toch fijn dat hij weer terug is. Echt heel fijn. Afgelopen zondag was je nog bij een benefietwedstrijd. En nu? En nu ligt hij in het ziekenhuis. Dan was hij de hele dag al eigenlijk te ziek om er naartoe te gaan. Maar hij is zo positief en hij wil overal bij zijn. Hij kan niet geloven wat al die mensen voor hem doen. En dat vindt hij zo mooi. En ja, alleen dan aan het einde van de dag wordt het hem gewoon te veel. En dan kreeg hij koorts en toen moest hij naar het ziekenhuis. Wij moeten in totaal een ton hebben. En we zitten nu rond de 25.000. Dus ja, we moeten nog een hele hoop geld bij elkaar zien te halen. Zo, en als we zo in ieder potje weer stoppen, komt het misschien wel goed. Alles helpt voor Koentje. Alles helpt voor Koentje. Kleine beetjes maken een hele grote hoop.